proficiat dus. Ja, dankjewel. Dit hadden jullie nodig, volgens mij. Dit was wel een belangrijke wedstrijd voor ons, ja. Het is een wedstrijd die je moet winnen. Er wordt ook wel verwacht dat je die wint. Ondanks je aantal spelers mist. Dat maakt voor ons geen verschil. En dan is het wel lekker dat je die eerste drie kwarten wel gewoon goed genoeg speelt om een goede voorsprong op te bouwen. En dan komen we toch nog weg met een minder vierde kwart. Maar wel verdiend. Ja, dit was een must-win en dat levert vaak druk op. Maar daar hadden jullie niet zoveel last van, volgens mij. Nee, we praten ook niet over een must-win. Het is gewoon een wedstrijd die wij van onszelf verwachten te winnen. En het was heel duidelijk wat we moesten doen om te winnen. En dat zorgde ook al voor dat we wat vrijer kunnen spelen. En dat liep ook wel lekker. Ja. Ja, de smalle bank is natuurlijk zichtbaar. 8 spelers. Bijna 8, want ook Björn was niet helemaal okselfris, volgens mij. Nee, Björn zou eigenlijk niet spelen vandaag met een enkel blessure die eergisteren had opgelopen. Heeft dat toch wel gedaan, goed ingetaped, met pijnstiller erbij. Dus dat appreciëren we heel erg dat hij dat gedaan heeft. En dat heeft ons wel goed geholpen, want de eerste helft zaten we met wat foutenlast. En heeft hij ons toch heeft er wel goed doorheen kunnen spelen. Ja, ik vond eigenlijk iedereen goed spelen, maar Tim was natuurlijk uitzonderlijke klasse. Ja, Tim was heel goed. Hij scoort goed de eerste helft. Ook de tweede helft goed in controle. En je hebt elk kwart wel iemand die is opgestaan. Hè. In het begin had je Tim. Reinder ook wel wat met Janis. Het derde kwart heb je even Cedric die wat drie punten raak schiet. Reinder op het einde weer wat. Dus zo heb je elk kwart wel iemand die een verschil maakt. En dat heb je ook wel gewoon nodig. Ja, en dat hebben we de afgelopen wedstrijd natuurlijk wel gemist. We hebben het heel vaak over gehad, de mentaliteit van de spelers. Nu zag je inderdaad voortdurend spelers die opstonden en zeiden van, we gaan voorwaarts. Wat is dan het verschil met die afgelopen wedstrijden, vraag ik me af. Goh, op zich ook niet zo heel erg veel. Want als je kijkt naar Weert bijvoorbeeld, spelen we best wel een prima wedstrijd. Alleen, ja, je schoten gaan er niet in, je creëert best wel wat. Of de ballen komen niet bij de open mensen. Alleen verdedigend kom je met veel minder weg. En je verdedigt daar denk ik beter dan hier. Alleen, ja, als je daar net een half stapje te laat bent, krijg je een 3-punter binnen. En dat heb je vandaag niet. En vandaag zie je die bal er niet ingaan. En dat geeft, ja, gewoon mentaal ook meer vertrouwen. Er gingen veel ballen bij Ares in eigenlijk. Hè? Er werd heel goed gescoord gewoon. Ja, we wisten dat als we goed georganiseerd speelden, dat daar al meer het moeilijk mee heeft. En het is pas als je met hun gaat meespelen, wat te snel ongecontroleerd, dan speel je naar hun hand, zeg maar. En dat wisten we. En we hebben geduldig gespeeld. En dan krijg je goede open schoten. De smalle rotatie, dat zou voor elke coach een groot probleem moeten zijn. Dat je zo weinig spelers hebt die mee kunnen doen, zeg maar. Dit leek vanavond juist helemaal geen probleem te zijn. Nee, iedereen komt goed in. Ook Rickert de Martelare speelt gewoon goed vandaag, onder controle. Maar voor die minuten verdient hij ook wel met al die tijd goed hard te trainen. En zoals ik zeg, iedereen draagt bij vandaag. En dat heb je gewoon nodig. Geef naar de ziekenboek. Chad, gaat hij meedoen binnenkort, volgende week? We gaan zien. Ik denk volgende week komt misschien nog iets te snel. Hopelijk de week erna weer wel. Zoals ik zei, ik wil hem wel helemaal fit hebben voor hij weer mee instapt. Dus laten we hopen dat hij de laatste drie wedstrijden kan meespelen, die bekerweken ook nog. Dat we voor die periode wel terug hebben. Ja, maar je hebt een zwaar programma voor de boeg. 3 wedstrijden straks vrij dicht op elkaar. Ja. Dat moet je toch enige zorgen baren? Niet te hard trainen, lijkt me. Goed herstellen vandaag. En dus inderdaad niet te gek gaan doen volgende week. Als je traint, wel hard trainen. Nou, maar je hoeft niet elke dag 2 keer te gaan nu. En de dagen tussenin ook gewoon goed herstellen en dan moet dat wel lukken. Ja. Den Haag, Amsterdam, dat zijn beide toch wel wedstrijden die je zou moeten kunnen winnen als Ares. Ja, Den Haag is een stukje fysieker dan Almere vandaag. Maar je hebt ook gewoon een goede kans. Vandaag gaat je er weer 1 speler die er 42 maakt, denk ik, bij Den Haag. Ja, het is duidelijk wat je dan moet gaan doen. In Amsterdam hadden we eigenlijk al 2 keer moeten winnen, doen we niet. Dus dat denk ik niet dat we daar heel veel motivatie voor nodig hebben. Nee, daar is nog een appeltje mee te schillen met Amsterdam. Ja, die willen we wel winnen de laatste keer. Nou, dit is in ieder geval vertrouwen tanken, lijkt me. Ja, precies. Goed voor de spelers, goed voor ons allemaal. Op naar volgende week en daar een goede serie neerzetten en het proberen door te trekken. Ja, succes ermee. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dit voelt goed. Ja, eindelijk. Lang op gewacht. Ik kom uiteindelijk, ja. En ook gewoon lekker vrij uitgespeeld, dus gewoon dik gewonnen, echt verdiend. Dus dat is ook gewoon wel lekker. Het liep lekker aanvallend. Op geen vierde kwart natuurlijk wat minder, maar het drie kwart eigenlijk gewoon heel goed gespeeld. Het vierde kwart leek even een billenknijper te gaan worden voor onze tribune.
Ja, het was bij ons ook wel even van, oké, moeten we toch wel even bijzetten, even zorgen dat ze niet te dichtbij komen. Ja, uiteindelijk was het gat ook gewoon groot genoeg dat dat niet heel veel uitmaakt uiteindelijk. 18 punten is overtuigend, hè? Dan heb je echt gewonnen. Ja, zeker. Zo voelt het ook? Ja, zeker. Fijn dat we uiteindelijk even die overwinning weer een keer hebben. Tegelijk kan ik me voorstellen dat als je aan zo'n wedstrijd begint, dat de druk groot is. Want deze moest je eigenlijk wel winnen. Ja, ik had voor mezelf niet echt druk. Het was meer gewoon, ook gewoon kijken hoe we weer als team kunnen starten, kunnen spelen, toch het beste uit onszelf kunnen halen. Veel blessures, nou ja, dus het is een beetje kijken wat we toch kunnen doen en hoe we er dan weer staan. We zijn natuurlijk maar met 8 fitte mensen nog over. Het is niet te geloven eigenlijk, hè? Zo weinig spelers. Het kan bijna niet, zo'n smalle rotatie. Nee, het is heel lastig, ja. Ook op trainingen en dingen, dus zeker met een druk schema, dat maakt het helemaal moeilijk. Want dan heb je daar weinig rust, veel wedstrijden. Twee per week zo'n beetje, nu? Ja, volgende week krijgen we zelfs 3 eigenlijk. We spelen donderdag, zaterdag, maandag. Dus het wordt helemaal druk. Hoe hou je het vol? Ja, gewoon goed eten, goed rusten, goed slapen. En dan soms op training even wat rustige training hebben. Dus op die manier slaan we ons wel doorheen. Maar dit voelt heel erg goed. De volgende wedstrijd Den Haag uit, Amsterdam thuis. Kun je er een serie van maken, denk je? Ja, dat wou ik net zeggen. Ik dacht hopelijk een serie opbouwen. Dus zeker mogelijk. Ja. We hebben tegen al die twee teams al laten zien. Van, nou ja, tegen Amsterdam natuurlijk 2 keer verloren, maar was 2 keer wel dichtbij. En 2 keer dat we echt voor stonden, dus kunnen we zeker van winnen. Den Haag hebben we al van gewonnen. Was natuurlijk helemaal aan het begin van het seizoen. Die hebben natuurlijk nu net van Weert gewonnen. Die zijn wel gegroeid, hè? Dus die zijn ook beter geworden. Ja. Dus dan kijken of wij dat ook nog steeds wel beter zijn geworden, ondanks alle blessures. Ik ga straks nog aan de coach vragen, maar de rotatie blijft natuurlijk smal voorlopig nog eventjes, denk ik, hè? Ja, voorlopig wel. Dus wachten op eigenlijk op chat tot die dag bij dag zijn gaan kijken wat hij kan doen. Ja. Zit nog met zijn kuit. Ja. Dus, ook nog geblesseerd. Met zijn enkel, ja. Dus die heeft gewoon door zijn blessure heen gespeeld. Echt goed gespeeld, dus daar hebben we ook heel wat aan gehad. Ja. Niks van gemerkt eigenlijk ook. Nee, op het veld zag het echt goed niet. Dus, Nou, Lucky Aris deze keer. Nou, gewoon verdiend. Ik denk niet Lucky, gewoon verdiend denk ik vanavond. Je hebt gelijk. Gefeliciteerd. Dankjewel.